Zondag komt het peloton onze provincie binnenrijden, hier bij de Brouwersdam. Een van de publiekslocaties waar we straks met z'n allen naar de Tour de France kunnen gaan kijken. Ja, we gaan op zoek naar de beste plek om te gaan staan langs het parcours. En die beginnen natuurlijk op de plek waar ze Zeeland binnenrijden straks, de Brouwersdam. Ja, klopt. Ja, we hebben echt bewust voor de buitenzijde van de Brouwersdam gekozen in overleg met de tourdirectie. Tourdirecteur Christian Prudhomme, die was hier met ons en die was zo gecharmeerd van deze buitenkant. Alle kites die toen in de lucht hingen, alle campers die er stonden. En ja goed, hij verwachtte die sfeer natuurlijk ook op 5 juli hier, als hij vol staat met Tour de France fans en campers. En ik denk een fantastische plek, veel parkeerruimte om te komen kijken. Van de Brouwersdam richting de beruchte bocht. Natuurlijk, je kunt langs het hele parcours op Schouwen-Duiveland kijken, maar waarschijnlijk heb je nergens zo goed zicht als bij deze bocht aan de Kouwersweg. Die moest worden aangepast omdat hij te scherp was voor het tourpeloton. Een hele mooie plek om te staan, want je ziet de renners daar vanaf de verte van Schouwen-Duiveland aankomen. Ze draaien natuurlijk wat rustiger door de bocht, ja, dat is relatief. En dan gaan ze zo de kering op. Je ziet ze echt helemaal tot ze de kering op zijn. Dus het is een hele mooie plek om te staan, denk ik. En bij de kering gaat het natuurlijk helemaal druk worden. Er kunnen maar 24.000 mensen op, maar dan heb je wel wat. Op de Roggeplaat komen twee grote schermen te staan. Voor ons is dit ook een hele belangrijke plek voor het publiek. Niet iedereen kan op de streep staan, dus we hebben hier ook ruimte gecreëerd voor mensen om van de wedstrijd te genieten. We hebben hier twee schermen op de Roggeplaat, aan die zijde en aan deze zijde. En er komen hier allemaal eetentjes waar mensen kunnen eten. Dus ik denk een prachtige plek om vermaakt te worden. Maar dan moet je er dus wel op tijd bij zijn. Goede kans dat als je om 12 uur denkt, ik ga naar Neeltje Jans, dat het al vol is. Oftewel, kom op tijd. Als je er vroeg bij bent, kun je gewoon op de kering staan. Ja, de kering is perfect. Er gaat hier van alles gebeuren op de streep, is animatie. Maar eigenlijk vanaf het begin van de pilot, 3 kilometer lang, hebben we animatie voor de mensen. Dus er is hier de hele dag wat te doen. Rond 3 uur verwachten we hier de reclamekaravaan, 1 groot feest. En dan is het wachten op de renners en dan de apotheose rond 5:30, 6. Ja, de echte apotheose vindt natuurlijk plaats op het voormalige werkeiland Neeltje Jans. De finish van de tweede etappe van de Tour de France. En dan tot slot de finishplek. Ja, hier gaat het gebeuren, Tjitte. En hier mag je gewoon staan, hè? Hier mag je inderdaad gewoon staan, Daniel. Dit is denk ik de mooiste plek om te staan, want je staat hier pal achter de streep. Dus je ziet de winnaars handen omhoog steken, alle emoties, alles is hier te zien.